Hallo allemaal, omdat ik er niet bij ben, ga ik jullie even leren hoe je je gitaar moet stemmen. Ik ga het heel rustig aan proberen te doen, voor wie het weet, je hoeft dit niet te kijken, maar als je het nog niet helemaal weet, kijk even goed. De snaren, hè, die zitten, en we weten nog, E, A, D, G, B, E. Een aap die geen bananen eet. En we beginnen met de hoge E's, naar de dunste snaar bovenaan. Je zet het stemapparaatje hierop. Als je een smartphone hebt waar met een stemapparaatje werkt, het eigenlijk precies hetzelfde. Want je slaat de snaar aan en je kijkt waar het wijzertje staat. Hij geeft al wel aan dat het een E is. Dat geeft op elk apparaat, zal hij dat zien. Nou, hij zit nu net iets te laag, want hij zit aan die kant. Dus dan ga je even zo een beetje hoger draaien. Je draait hier aan deze knop, dit is de E. Wordt hij al groen? Kijk, die is groen. Oké, als die goed is, laat je hem gewoon zo staan. Ga je naar de volgende. Dat is het volgende knopje. Hè? Dit is de hoogste. Zo zit het helemaal rondom. Ga je naar de B-snaar. Dus dat moet een B zijn. Oeh, dat is een niet goed, die is te laag. Ga je omhoog. Oeh, kijk, hij zegt al dat het een B wordt. Maar hij hoeft alleen nog maar groen te worden. Ja, die is ook groen. Heel goed. Als die één keer goed is, gewoon laten. Hij moet niet knipperen. Dus je moet er rustig op draaien. Dus kijk, dit moet een G zijn, hè? Een A, die, G, ja. Dus. Even kijken. Zo, is hij goed. Kan natuurlijk ook zijn dat je snaar te hoog staat. Dan moet je hem weer naar beneden draaien. Zo. Gaan we door naar de andere kant, naar de D-snaar. Die zit helemaal bovenin het hoekje. Kun je het nog volgen? Ik hoop het graag. Kijk, dit is de D. Oeh, die is ook een beetje te laag, hoor ik. Draai hem langzaam op, zo een beetje zo. Hé, luister je goed dat ik... Ik blijf steeds de snaar aanspelen, hè, met mijn vinger. Gewoon die ene snaar. Handig om het zo even zo met één vinger zo ping, 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 ping te doen. Gaan we door naar de A-snaar. Kijk, is die goed? Nee, die is ook iets te laag. Staat net iets erna. Zo, nu wordt hij ook groen. En tot slot de E-snaar. Oeh, die is te hoog, want dan staat een F. En dat is hoger dan een E, hè? E, F, G. Dus moeten we hem iets terugdraaien. Oeh, nu is hij te laag. Gewoon rustig blijven doen. Zo. Kijk je nog even of ze allemaal goed zijn. Die is nog goed. Even dempen. Volgende. B, even dempen, is goed. G, even dempen. T is ook goed. A is ook goed. En de E is ook goed. En als het dan helemaal klaar is, dan moet het mooi zo klinken. Ja. Nou, heel veel succes.